dan is... Het is meer vanwege het jubileumjaar, dus niet zozeer de actualiteit. Nou, zo'n jubileumjaar gaat vieren. Hoi. Hoe zou jij dit jaar willen omschrijven? Kun je er een typering aan geven? Ja, het is moeilijk om één typering te geven, maar het is een bewogen jaar geweest, denk ik. En nou ja, dat, misschien hoort het ook wel zo bij een jubileum. Ja, wat, ja, waar we heel veel mooie evenementen hebben meegemaakt. En, maar sportief tegen pieken en dalen zijn aangelopen. Nou, als we de historie terugkijken, is dat wel vaker gebeurd bij clubs die een... 100 jaar bestaan hebben gevierd. Ja, misschien hoort dat er wel bij, maar we gaan nu weer vooruit kijken naar het komende jaar. Eindelijk heb ik mijn naam. Filip, wat doet het met de ploeg, wat doet het met jou als we met 5-1 de FC Utrecht gewonnen worden in een fase waar jullie zo enorm onder druk staan? Nou, als je een uitwedstrijd met 5-1 wint, dan kun je daar niet meer dan tevreden over zijn. Daar hebben we ook hard voor geknokt met z'n allen. En vooral op de manier waarop we dat bereikt hebben, denk ik, ja, die was heel belangrijk. We zijn in ons eigen spel blijven geloven en ja, nu is dat rendement er ook uitgekomen. Ja, en dan meteen het belangrijkste is dat we daar tegen ADO weer de volgende stap in gaan maken. Ja, de sfeer op de uitgang, de sfeer in de kleedkamer, de sfeer onderling, was die deze week anders dan die week ervoor? Nou ja, de sfeer onderling eigenlijk niet, want, maar de sfeer door het winnen, ja, is natuurlijk wel wat veranderd, alles eromheen. Maar dat heeft bij ons eigenlijk er niet toe geleid dat de focus minder gericht is op de laatste wedstrijd voor de winterstop. Want ja, iedereen snakt naar een ommekeer, dat zou Utrecht geweest kunnen zijn, maar is de wedstrijd tegen Den Haag daarom misschien nog belangrijker? Ja, in dat opzicht denk ik wel. Het was een geweldige wedstrijd en met een mooi resultaat. Maar het is natuurlijk belangrijk dat we dat, en dan vooral het voetbal en de inzet, de bereidheid, wat ik net zei, hoe we het bereikt hebben, die mooie overwinning. Dat moet je natuurlijk zondag tegen ADO nog een keer met z'n allen doen. En ja, dan zet je wel een stap weer de goede richting op. Ja, zonder tot in details je tactiek te bespreken, maar ja, wel of niet met een nummer 10 spelen, wel of niet met de punt daarvoor of de punt achteren. Ben je een beetje aan het kantelen wat dat betreft, wat je met de 10 wil? Nou, eigenlijk niet. Nee, alleen de invulling van bepaalde spelers, die zijn wel anders. Hè. De invulling van je middenveld... verschilt natuurlijk of je een samenstelling met Maher Toivonen hebt of een Hendrik zoals de laatste keer met Hiljemark, want dat zijn andere type spelers, je vullen het anders in. Dus daarin is de samenstelling wel anders, maar ons idee van spelen, die vallen niet heel veel. De winterstop komt eraan, een tijd van bezinning. Wat ga jij allemaal zo wel bezinnen? Nou, gaan we eens rustig terugkijken. En denk dat het altijd het beste lukt als je even een paar dagen afstand neemt. Omdat je natuurlijk hier iedere dag bent. En dan eigenlijk elke dag weer bezig bent met de volgende dag, de volgende wedstrijd. Dus dan is er wat meer rust even. Niet al te lang, maar wel goed om even wat afstand te nemen. Ja, dan heb ik het idee dat er hier bij PSV twee stromingen zijn. Nu bij PSV ook in de achterban, het publiek, iedereen... die zich betrokken voelt bij PSV. De ene stroming zegt versterken, kijken hoe je dit PSV in de winterstop sterk kan maken. De andere stroming zegt geen Europees voetbal, geen bekervoetbal, de titel waarschijnlijk uit zicht. Ga maar verder met deze selectie en ga nu een half jaar kneden om te kijken tot waar dit talent kan komen. Behoor jij ook tot een van de twee stromingen? Nou, ik denk dat de waarheid moet in het midden liggen. Ik denk dat bij PSV altijd gekeken wordt of er ergens versterkingen mogelijk zijn of gewenst zijn. Als die er rondlopen, je kan jezelf een stuk verbeteren. Dan moeten we dat niet nalaten, maar we zijn geen club meer die klakkeloos een aantal spelers gaat aanschaffen en kopen om een andere koers te gaan varen. Dat zal ook niet gebeuren. Nee, verwacht of hoop je wel op veranderingen in het winst? Nou, dat is mogelijk. Ja. Maar dat is nu nog niet zo over te zeggen. We zijn naar het kijken naar de samenstelling van de groep, de balans binnen de selectie. Ja,
of daar wat in moet gaan gebeuren. Dat zou kunnen, maar ik kan ook geen zekerheid erin geven. Vanavond is Jeroen Zoet te gast bij RTL onder ons. Waar jij overigens van harte welkom bent bij deze. Dankjewel. Na 2 jaar RKC kwam hij weer terug bij PSV. Kun je in een paar zinnen schetsen hoe hij zijn rol heeft opgepakt bij PSV? En hoe je op een half jaar je terug hebt? Ja, ik denk dat hij heel goed is binnengekomen. Met veel vertrouwen. Is heel goed begonnen. Hij heeft een moeilijke strijd eigenlijk gewonnen. Samen met Titon toch aan elkaar gewaagd. Qua keepers. Heeft het goed opgepakt. Heeft ze goed ontwikkeld. Ook met de druk goed leren omgaan. Voor hem is denk ik wel een... de blessure die hem een week of 6 volgens mij eruit heeft gehouden, vervelend geweest. Omdat het een beetje uit zijn ritme heeft gehaald. Daarna heeft hij weer even moeten zoeken naar zijn vorm die hij ervoor had. Maar hij wordt iedere week weer beter en daar zijn we zeer tevreden mee, blij om dat te zien. Onbetwistbare nummer 1 bij PSV. Nou, niemand is... onbetwist, maar hij is de nummer 1 op dit moment. Hij moet zorgen dat hij dat ook blijft. En aan Titon is het om te laten zien op de trainingen, wat hij trouwens ook overigens doet, om daar op zijn niveau te blijven en klaar te staan als dat nodig is. En dat heeft hij ook laten zien trouwens. Vanmiddag 4:30, ADO Den Haag. De vraag, wat gaat van wedstrijd? Ik verwacht en wij moeten gewoon thuis het spel maken. En dat zal ook onze intentie zijn, om vanaf het begin de wedstrijd in handen te nemen zoals we het eigenlijk de meeste wedstrijden doen. En uiteindelijk de belangrijkste taak voor ons is om net zo effectief te zijn als we tegen FC Utrecht waren. En om dan dit hectische jubileumjaar met een glimlach en de arm omhoog af te sluiten? Nou, bij winst dan kan er wel een glimlach af. Zin in de winst op? Soms wel even goed om een break te hebben. En helemaal niet omdat het een vervelend half jaar is geweest. Maar wat ik net heb gezegd, even een beetje uitzoomen. Een aantal dingen op een rij te zetten en dan weer lekker fris te beginnen in januari. Tot slot de personele zaken bij PSV. Er zijn niet zoveel veranderingen. Alleen Stijn, dat gaat eigenlijk wel vrij goed. Dus dat zal voor zondag natuurlijk te snel zijn, maar... Ja, dat ziet er wel goed uit. Ik kan al vrij veel doen op het veld. Dus dat zal van na de winterstop geen probleem zijn. Die zal fit zijn. Dus dezelfde 11 als in Utrecht, ook zondagmiddag in het stadion. Dat zullen we om 4:30 zien. Filip, als je zo'n wedstrijd hebt gehad als zondag en je bespreekt dat na, haal je er dan iets meer positieve dingen uit? Of juist kritisch? Nou, we zijn bijna altijd bezig om altijd een aantal goede dingen te laten zien en een aantal dingen die verbeterd moeten worden. En dan gaat het natuurlijk niet om een verkeerde paas of een brede bal of een individuele keuze. Hè. Dan kijk je meer naar het tactische plaatje waar dingen fout eventueel gaan of wat niet goed staat. Maar ook in wedstrijden waar het resultaat niet... is zoals we eigenlijk zouden willen, worden de goede dingen uitgehaald. Omdat het heel belangrijk is om te laten zien voor spelers, om het visueel te maken voor hunzelf, wat ze eigenlijk goed doen. En hoe we tot kansen komen, of hoe we tot opbouw komen, of hoe we druk zetten met z'n allen. En zeker als dat goed gebeurt, is dat misschien nog wel belangrijker om dat te laten zien aan iedereen. Want dat is je basis waaruit je eigenlijk iedere keer vertrekt. Ja, en dat zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. In de ene wedstrijd zijn er dat wat meer dan de andere wedstrijd. Je hebt al gezegd, hè, dat versterking van de PSV, waar je nu nog heel even over sprak, dat mede afhangt, of mede kan afhangen van de ontwikkeling van de blessures. Nou lijkt het er alleen op dat iedereen na de winterstop eigenlijk weer terug is. Ja, maar dat zou heel snel en voortvarend zijn. Dat hopen we natuurlijk wel. En dat beïnvloedt natuurlijk ook wel de keuzes die je maakt als staf in samenwerking met Marcel Brands. Want als alle spelers aan boord zijn, we hebben geen enkele blessure, dan is de situatie anders als
ja, één of twee spelers toch nog wel een behoorlijke periode na de winterstop eruit zouden liggen. Ja, want je hebt natuurlijk liefst, ja, het gunstigste geval, je versterking of versterkingen heb je liefst al 3 januari al beschikbaar. Dat zal niet zo snel gaan, denk ik. Nee, wel, dat wil niet zeggen dat als de winterstop ingaat zondag, dat er dan binnen een week... Dat is natuurlijk niet mogelijk als 1 januari de markt open gaat. Tot 31 januari. Dus er is een maand de tijd. En in die maand weten we ook, is er zeker al meer over bepaalde herstelfases van spelers. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Hoe kijk je nou zelf naar het scorend vermogen van de ploeg? Dat is toch wel ook een thema geweest de afgelopen maanden. Speelt dat nou ook nog een rol in de versterking? Of zeg je van ja, dat zijn ook dingen die we toch wel eens goed moeten evalueren allemaal. Daar zijn we nog niet uit. Nou ja, daar wordt natuurlijk kijken naar de staf. En het ook niet zeggen dat je als je 1 wedstrijd nou 5 goals maakt, dat in één keer bij alles koek en ei is. Wij moeten meer rendement uit het aantal kansen halen die wij creëren. En dan kijk je ook vooruit eventueel. Dat wil niet zeggen dat het anders ingevuld wordt, maar dat zijn wel dingen die je evaluatie meeneemt uiteraard. Ja. Financieel is dat dan weer vaak lastig om de dingen te doen die je wil doen natuurlijk. Ja, er zijn verschillende aspecten die meewegen en wat voor opties er zijn. En ook wat we willen in de samenstelling van, daar moet je bepaalde keuzes in maken. Net zoals de keuzes die gemaakt zijn op de manier waarop we begonnen zijn dit seizoen. Dat is ook gebaseerd op een aantal keuzes, want meer spelers aantrekken betekent weer, de weg dicht timmeren voor een aantal jongere spelers. Maar je moet daar wel een aantal oudere spelers omheen hebben en de balans binnen het team moet goed zijn. Je kunt ook omdraaien met een wat oudere speler erbij, kunnen misschien de jongens die wel dan, die niet doorgeselecteerd zijn, kunnen ze het dan weer beter ontwikkelen. Ja, precies, en dat heb ik laatst ook proberen aan te geven. Dus daar wordt altijd naar gekeken, omdat je te maken hebt met een samenstelling, een groep van, wat zal het zijn, 4-25 jongens. En dat moet goed zijn, omdat iedereen moet zich eigenlijk maximaal kunnen ontwikkelen. Zelf, maar ook binnen het elftal. Je zei net Schaars, die is fit. Heb je al gezegd dat het bijna al de nummer gaf is? Zijn die ook meteen al bij? Nou, dat is wat moeilijker in te schatten. Dat is iets moeilijker in te schatten, omdat Stijn heeft nu al een paar zijn trappen meegedaan en een warming-up. Er is nog wel voorzichtigheid geboden, maar laat ik zeggen, dat zou normaal gesproken vreemd moeten lopen, zou hij niet 3 januari bij zijn. Voor Tim en Gini die zullen allebei niet 3 januari meetrainen nog. Maar dat herstel verloopt wel in ieder geval beter. En, maar zij trainen gewoon door tijdens kerst en oud en nieuw? Ja, die hebben gewoon een programma. Ja. Alleen om in te schatten wanneer ze aan kunnen sluiten of hun volgende stappen kunnen zetten in een revalidatie. Dat is wat moeilijker in te schatten dan bij Stijn. Zullen we doen dat ze gewoon mee aan het trainingskamp? Want dat is met allen, neem maar van wel. Ja. Het liefst de hele groep bij elkaar om dan gezamenlijk een week op trainingskamp te gaan. Ja. Okay. Ja, zondag moeten er in ieder geval de punten moeten worden, lijkt me duidelijk. Hè? Ja, wat ik gezegd heb, die heb denk ik als team een mooie reactie gegeven tegen Utrecht. En nu is het aan het team om dat ook in eigen huis. En dan vooral moeten we gefocust zijn op de manier waarop we het resultaat behaald hebben. En niet blind gaan op het resultaat zelf. Als we namelijk met z'n allen doen wat we in Utrecht hebben gedaan, dan is er kans op een goed resultaat en niet... Ik zeg dat misschien een beetje surf, maar is het niet ook een valkuil, Filip, hè? Dat je vorige week met 1-5 wint en dat er dan toch misschien weer iets insluit van dat is een makkelijke overwinning. Aro thuis waar je voorhand zegt van dat zijn normaal gesproken die dingen. Nou, er zijn geen makkelijke wedstrijden meer bij in deze competitie. Dat is al vele malen getoond. Ik denk niet dat wij in de positie zijn om ergens lichtzinnig over te denken. Wij hebben laten zien als wij allemaal maximaal onderdeel van het team zijn en ons maximaal inzetten en we durven ook vooral te voetballen, dat we heel goed kunnen voetballen. Maar dat is wel een belangrijke basis om
om te beginnen. En dat zullen ze moeten laten zien zondag, dat daar een tweede stap in gezet wordt. Dit was nou bijna een van de eerste weken dat je een keer geen midweekse wedstrijd had. Heb je nou meer kunnen doen? Ja, we hebben ook iets anders getraind. Ja. De voorbereiding op de wedstrijd is wat langer en de intensiteit en soms de duur van trainingen, ja, daar heb je meer ruimte in. Ja. Want dat zou bijvoorbeeld dat grote winstpunt na de winter moeten worden, dat je gewoon echt gericht... Ja, zeker. Ja. Dat moet... niet alleen als ontwikkeling voor team of voorbereiding op wedstrijden, maar ook alle trainingen. En trainingstijden, en soms eens keer twee keer, om ook wat meer individuele aandacht aan de spelers te kunnen geven, wat eigenlijk tot nu toe bijna niet mogelijk was. En dat willen we eigenlijk graag, en dat zou ook goed zijn voor jonge spelers. Heren, we sluiten hem af. Ik vind het echt wonderlijk over dat er zijn. Zondag 16:30. Mooi, heren, stop zo, hè. Het podium.